very good translation. I'm really proud to bring a group of people from the Netherlands here. Nou, dit hout wat je hier ziet, dat hebben wij gisteren bij de houthandel gehaald in Kieterama. Dat was een heel geregel en alles. Maar ja, het is hier gisteren, of eergisteren is die bezorgd. En hier gaan we de werktafels, de werkbanken van maken. With our project training and the production combined, you see that we have this workshop here. We had only 3 machines, yes. As you see. Nou, we zijn hier druk bezig in de workshop om de werktafels klaar te maken. We zijn vandaag eigenlijk voor het eerst echt met het gatenboren bezig en we hebben de dagen hiervoor alles afgekort. Nou, die jongens van ons die zijn nou lekker bezig. Ze zijn nu in ieder geval met het hout aan het werk. Wij hebben zo net voordat die kwamen onze buddies gekregen met wie we samen moeten werken de laatste 3 weken. En we werken maar een halve dag, alleen in de ochtend. En in de middag zijn ze vrij. En morgen gaan we met hen voor het eerst werken. Ik ben benieuwd wat ze allemaal kunnen. It's going well. Mm-hmm. Because of when they are working there, we learn more from them and we have seen how they organize their work. It's very, very, very nice. We staan hier bij de workshop en we hebben gisteravond de container opgehaald. Die is daar neergezet zoals je daar ziet. We zijn vanochtend om 6 uur begonnen om te beginnen met alles uit te laden. Je ziet dat allemaal dingen eruit staan. We hebben machines naar binnen getild met heel veel mensen om te helpen. De lintzaag staat op zijn plek. Hele hijs. Was verschrikkelijk zwaar, ik denk om en bij de 800 kilo, net als de freesmachine. Met mannenmacht hebben we hem op zijn plek gekregen. Hij heeft nog geen fundatie, misschien komt dat nog. Ik denk eerst aan een houten fundatie, maar Pastor Joseph zei dat hij er beton onder wil storten. Dat is natuurlijk beter. De schermen moeten er nog op, moet nog een zaag op. Maar het zwaarste werk is op dit moment achter de rug. Ja,
It's okay. The clean water goes to the town. Geweldig. Het is wel hoe ze hier les krijgen, dat is zo anders dan in Nederland. Dat is... On behalf of Randstad in Holland, who contributed so much for these four classrooms and the primary school of Shogwe, it's a great pleasure for me to open it officially for the people of Shogwe, the children of Shogwe, the teachers, the headmaster, and everybody around. And I'm happy to be able to do this among friends and people here. Thank you very much.